Hallo, welkom bij 123 e-learning en vandaag gaan we kijken hoe dat we een website maken. En een van de eenvoudige wijzen om dit te doen is bijvoorbeeld bij de website van Jimdo, waar dat je bijna op een heel eenvoudige manier, zowel betalend als gratis, een website kunt maken. Nu, ik heb intussen tijd al een login gemaakt, dus wanneer dat je voor de eerste keer hier terechtkomt, dan zal Jimdo jou vragen hoe dat je wenst een account te maken. Dus dan ga je moeten je e-mailadres voorgeven en een wachtwoord. Eigenlijk veel meer vragen ze niet, dus dat is wel handig. Voilà, en ik heb hier al mijn vlot e-mailadres gebruikt, dus jullie gebruiken ook jullie schoolaccount hiervoor. En dan moet je ongeveer hier terechtkomen, ofwel zal Jimdo je ook mogelijk direct naar een soort van quick setup brengen, maar ik ga kijken hoe dat het werkt wanneer dat we hier een nieuwe website maken, maar volgens mij zal die dat ook via dus die quick setup gaan doen. En dat gebeurt allemaal online. Gewoon zonder te programmeren natuurlijk, want wij zijn niet op de hoogte van die HTML. Waarmee dat we moeten programmeren normaal gezien, dus dat gaan we niet doen. Nee, we verwijzen rechtstreeks naar een soort van visueel programmeersysteem. In ons geval zullen we eentje maken voor één persoon, dus voor uzelf. Je wilt dus een persoonlijk project of een event gaan maken. Wat is de naam van het bedrijf? En die kun je nu bijvoorbeeld Tarik Electronics noemen, dus je gebruikt daar je naam in. En tegelijk ook dan iets met elektriciteit of elektronica. Of in elk geval, we gaan een bedrijfje opstarten die dus iets te maken heeft met elektriciteit. Waar is dat juist gelegen? Nu, daar kunnen we de stap overslaan. Want kijk, natuurlijk, blijkbaar bestaat er zelfs al iemand die dat hier gemaakt heeft. We gaan die stap overslaan tenzij dat je zegt van ik wil hier toch een soort van adresvermelding doen. En dan, wat is de bedoeling? Uw content promoten. We hebben hier heel wat mogelijkheden. Ik zal eventjes scrollen zodat je het kunt zien. Je wilt een baan vinden, je wilt een webshop openen, enfin, of je portfolio met fotootjes delen. Dus er kan heel veel gebeuren, maar wij gaan gewoon onze content promoten, dus onze informatie een beetje promoten. Hier kan je foto's gaan uploaden en ik zou u aanraden om natuurlijk foto's te gebruiken die rechtenvrij zijn of die je zelf genomen hebt. Als je foto's zal nemen van iemand die al reeds een website had op internet, dan loop je het risico dat die mens jou daarover zal aanspreken. Ik spring er eventjes over, zodat we de stappen wat sneller kunnen doorlopen. Waarover gaat je website? In jouw geval gaat je website gaan over elektronica, maar ook hier zie je dat er verschillende mogelijkheden zijn. Maar wij hebben het dus over techniek, want onze website zal een soort van elektriciteitsbedrijfje zijn dat we zullen opstarten en waarvan dat je in Teams de nodige informatie hebt gekregen wat er allemaal moet instaan. Dan een beetje de stijl, waar wil je naartoe, welke kleurtjes wil je ongeveer hebben, wil je dat zeer modern hebben zoals hier en dan zal men u verder leiden naar welke kleuren dat jij nu eigenlijk wel mooi vindt en dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Ik vind dit ook wel leuk, een beetje wat heelachtige tinten. En wat hebben we allemaal nodig? Uw diensten, wat dat je levert, contact en wat advies. En dan kun je toch wel eventjes scrollen. En laten we er daar nog een paar bij nemen. Bijvoorbeeld kunnen we zeggen, dit gaat over mij. Dat wil ik er ook bij hebben. Ja. En ik wil ook de diensten hebben. Ik wil contact hebben. Ik zal wat advies geven. Ik heb maar 3 pagina's zeker. Volgens mij, ja, het is juist de gratis versie. Ik heb maar 3 pagina's. Dus dan doen we dat zo. Misschien dat we die contacten gaan uitsmijten en we gaan daar advies bij nemen. Lijkt me beter voor onze persoonlijke website van jou in de school. En dan zijn we vertrokken. Voilà, Jimdo gaat nu een soort van standaard website klaarzetten voor jou. En dan kun je dus zien hoe dat de website er ongeveer zal uitzien. Voilà. Ik vind die eigenlijk al heel knap, ziet er al heel professioneel uit en we hebben nog quasi niks gedaan. Zo, dus de tarikelectronics.be, dit wordt dus de naam
van jouw website. Dus men zal u daarop kunnen op terugvinden. Nu, dit kun je eigenlijk hier gewoon overslaan hoor. Ik bedoel, je kunt kijken of dat je inderdaad zegt van ik wil hier onbeperkte ruimte, ik wil hier heel wat verder. Dus in ons geval zal dus niet een domeinnaam er letterlijk aanhangen, maar zal die ergens Jimdo vermelden. Maar we kunnen dat gewoon afsluiten. Voilà, en dan keren we terug naar de plaats waar onze website staat. Zo, en dan zijn we dus vertrokken. Je kan die uiteraard al gaan publiceren, maar dat is niet zo interessant, want ja, je moet natuurlijk nog een en ander erin schrijven. En vanaf hier is het een beetje zoeken, maar dat komt allemaal heel, heel, heel goed. Want je kunt dus hier heel gemakkelijk zaken aan toevoegen. Je kunt hier ook dingen aan aanduiden. Wat wil je verwijderen? Wil je bepaalde blokken kopiëren? Wil je zaken tonen? Enfin, vanaf nu zitten we hier in een stuk waarin dat je nu dus je volledig kan gaan uitleven hoe dat jouw website eruit ziet. Dus je ziet dat er al een klein beetje informatie klaar staat. En we hebben hier ook een menu klaar zitten. En zoals je ziet dat ik daar juist gezegd heb, we gaan daar 3 pagina's aan toevoegen. Dat is mijn diensten, advies en over mij. Dan één keer dat je dus hierop klikt, kom je dan ook op de betreffende pagina terecht. En dan kun je dan weer informatie aan toevoegen. Voilà, die zet al een en ander klaar voor jou. En dan zijn we vertrokken. Dus op deze manier gaan wij een website maken over onszelf. We gaan dus uiteraard de mensen die het bezoeken een klein beetje overtuigen van onze kwaliteiten. En met eigen woorden een aantal elektrische formules bespreken. We gaan daar ook gaan vertellen wat je eigenlijk juist wil doen. Wat wil je gaan verkopen aan die mensen. Wij gaan dus bijvoorbeeld huishoudelijke installaties voorzien van elektriciteit of materiaal verkopen. Enfin, we gaan die website volledig uitbouwen zodanig dat je vanaf dan je eigen website hebt. En natuurlijk, als je hier weer wat bijgeleerd hebt met deze snelle introductie over Jimdo en het maken van websites, dan druk je natuurlijk maar op het knopje subscribe. Bedankt!